Altijd de match bezig is, dus laten we daar snel naartoe gaan. Kijk eens aan, Pez-Alor. De draft. Ja, laten we even direct hebben over game 1 en 2. Die zijn, game 1 is gegaan naar Venko Game en game 2 is gegaan naar Eezee+5. Dus we zitten, zoals al eerder vernoemd, in de allerlaatste match van de playoffs tussen Venko Gaming en Eezee+5. De winnaar hiervan mag uiteindelijk zich een waardige Division 1 speler noemen. Al heb ik wel het idee dat beide teams redelijk even sterk zijn op het moment. Dus ik gun het ze ook allebei. Ik ben niet biased op het moment. Ik weet niet of jij daar bent, Pez. Ja, ik heb mijn prediction gemaakt. In het begin voor de 2-1 of de 2-0 voor Eezee+5. Dus ik ben zoveel mogelijk biased als ik kan zijn. Nee, dat het beste team wint uiteindelijk. Het zag er goed uit in de eerste game voor Venko. Liet het flink wat vallen in game 2, vind ik. Gewoon echt individuele fouten van ik denk, nou, questionable. Maar dat deed Eezee+5 ook in game 1. Dus het is gewoon in game 3. Iedereen is fresh on start. Good ja, dus voornamelijk de fouten die het bepalen en niet de turbo vet plays tot nu toe. Tenminste, dat gevoel heb ik wel een beetje niet. Ik bedoel, er zijn niet plays geweest waarvan ik zoiets had van, oh, dit is echt supergoed. Ik bedoel, er zijn natuurlijk goede plays geweest. Ja. Maar, ja, het is geen $1 million Dreamcoil of een $5 million Echo Slam die tot nu toe zo'n game bepaald heeft. Ik hoop wel dat we zoiets nog meemaken nu, dus... Ja, maar meestal is het gewoon een heel team die goed kapitaliseert op de fouten van de tegenstander. Je ziet gewoon dat de fouten die in het begin werden gemaakt door bijvoorbeeld Dredd op die romende Earth Spirit. Venko Gaming maakte daar heel goed gebruik van. Die Witch Doctor die roteerde heel mooi mee. Hè? Die was mid toen Dredd mid was, de Earth Spirit mid was. Die was bot toen de Earth Spirit bot was. En die roteerde gewoon heel goed mee. Dus dat deed hij heel goed. Hij maakte gebruik van de fouten van de tegenstander. Maar op een gegeven moment begon Venko dat ook zelf te ontvangen. Hè? Dredd begon heel opeens al zijn skills goed te landen, pakte een paar keer de Slark out of position. En toen draaide het een beetje om. Sure, het zijn dan niet goede plays, in de traditionele sense. Hè? Maar het feit dat je heel erg de fouten of de greed van de tegenstander punished, dat is, vind ik op zich wel ook wel een goede play. Ik denk wel dat de Earth Spirit pick heel erg zijn taak heeft gedaan in game 2. En dat Dredd dat toch wel heel goed heeft laten zien. Dus op zich niet spectaculaire plays, maar gewoon solide. De bans en picks in deze derde match. We zien dat de bans en picks volgens mij exact hetzelfde zijn als game 2. Ook de Enchantress weer eruit. En wat we er doorheen zien komen is de Slark, de Earth Spirit. Ah! Ik zeg het en hij komt. Oké, wacht. Wat zeggen we nou? En de Slark. Slark. De Slark band zou weer niet verkeerd zijn. Ik bedoel, een Slark met een Iron Shell is chill. Compleet niet voor Venko Gaming. Het was volgens mij een blockpick. Omdat ze dachten dat ze Eezee+5 willen runnen. Maar ik denk niet dat ze dat nog een keer kunnen veroorloven. Ik denk dat als ze nog een keer het idee krijgen dat Eezee+5 hem wil runnen, dan moeten ze hem banen. Want het werkte compleet niet in hun line-up. Ik snap niet waarom. Had wel kunnen werken, maar het werkte echt niet. Ja, spooky. Spooky. De Slaughter hier. Jee, daarentegen werkte heel goed voor Eezee+5. Zo goed zelfs dat Dire Team Bad wel wat heeft. Want ik heb al een paar keer eerder gezegd, ik vind Bench een hele zwakke solo support. Maar Radiant die Minus Team Army die hij aanbrengt is zo sterk in verband met PA. Dat maakt PA ook wat meer viable. Ik denk dat in die combinatie dat ik hem ook nog wel zou kunnen willen runnen. Dus het zag er wel goed uit. Ja, en ook het feit dat ze zeg maar die damage spam hadden op die Void, zoals ik al zei, was wel een goede oplossing om toch low te krijgen. Ja, want vaak als je dan support speelt, solo support in lane, als je je hulp moet hebben van je carry, dan besteedt je carry aandacht aan de tegenstanderzone in de plaats van om te farmen. Dus hij verspilt wel wat tijd. Maar die dagger heeft zo'n lange range, dat... Ja, ik denk dat als je een minus armor applied voordat de dagger aankomt, dat het gewoon eigenlijk die exchange kan swingen. Dus ik denk dat het wel wat heeft. Remaining. Dat je makkelijker op een Venge kan zonen. En dat maakt Venge veel beter als heel. Maar ja, voor de rest zien we hier Slark nu eruit gehaald. Aan de kant van Venko.
die hebben er geen zin in. Windrunner ook eruit gehaald. Venko rende dat heel goed in game 1. Pak nu de Mirana. Mirana? Wordt dat dan een core Mirana? Lijkt wel op, hè? Als ik het zo zie. Tenzij die Sladar core gaat. De meeste mensen gebruiken hem nu. Het was een tijdje populair als core. Maar hij zit nu weer de rotatie te maken naar support, volgens mij. Dus, maar het goede is aan die hero, je kan het allebei spelen. Ja, dat is ook zo. Tegenstander weet niet wat je wil gaan winnen. Een beetje wat Vengeful Spirit ook een tijdje had. Die werd ook meestal toegepikt en toen af en toe zag je hem core gaan, af en toe support. Tegenwoordig is die core een heel stuk minder viable, heb ik het idee. Vanwege ook wel de meta waar we nou in zitten. Je ziet er toch wel dat heel vaak de strength carries nu het voortouw nemen. Al ja, al vorige match dus weer niet. Dus ja, ik weet niet. Wat is deze meta, Dennis? Wat draait het op? De armlet? Ja, op zich wel. Je ziet Darkseer nu ook wel meer terugkomen. Maar ik denk dat het moeilijk te zeggen is zonder toernooi. Want elk toernooi heeft sowieso zijn eigen meta. Maar meestal in een groot toernooi zoals een Major wordt de meta toch wel een beetje solide. Dus ik durf er niet echt een uitspraak over te maken. Ja, denk je ook dat mensen tot de echte hoge pro-teams nog strats en bewaren zijn voor TI? Ik bedoel, het is op zich een valuable option. Maar ja, ik denk wel dat er na deze laatste Major nog een patch gaat komen, toch? Zo zijn we het wel gewend. Ik weet niet of er een Major patch komt. Major. Maar ja, het kan wel. Het is meestal altijd wel tussen om een beetje de meta te verfrissen. Maar omdat er nu ook al een compendium uit is, in een kleinere patch. Ja, ik denk wel dat we nog een balanced patch krijgen. Ik denk niet dat iemand wat overhoudt voor TI. Dat is nog zo ver weg. En de meta, zelfs na een Major, verandert soms gewoon vaak. Gewoon zonder patch verandert na een Major gewoon heel vaak. En ja, oké. En de best wel bekende uitdrukking dat gewoon een toernooi bouwt zijn eigen meta op. Maakt op zich weinig uit wat de meta was voordat je erheen gaat. De meta ontwikkelt zich zo snel op zo'n toernooi dat, want zelfs al is het niet de meest optimale meta, als iedereen het speelt, ja, dan moet jij het eigenlijk ook wel spelen. Ja, dus jullie zijn ook geen strats om te sparen voor de reality? Daar zijn we al lang mee begonnen. Vorig jaar, afgelopen september, allemaal in preparation voor volgend jaar. Maar jullie komen wel naar reality, toch? Dat is nog niet helemaal zeker, want ze zeiden, ik heb het super druk, dus ik weet niet hoe dat zit, maar misschien. En anders misschien onder een andere opstelling zou het toch kunnen, als een paar man van jullie gaan met... Dat jullie een beetje teams gaan samenvoegen en op die manier toch nog kunnen gaan. Maar lijkt me wel heel gezellig. Want vorig jaar was het ook heel leuk. En dit jaar willen we het wel een heel stuk beter aanpakken. Met interviews, player highlights, weet je wel. Dat soort shit allemaal willen we wel een beetje gaan doorvoeren op de reality. Dat we daar echt tot Dota daar flink in de spotlights komt. Dat we Dota eens op de kaart zetten in Nederland. Ja, oké, maar... Ik moet het wel waard zijn voor mij. Want ik heb universiteit waar ik aan moet denken. Dus... Ach, daar kun je toch geen geld mee verdienen in universiteit dadelijk. Ja, TI-12, daar ga jij geld mee verdienen, Pez. Ja, we zien wel. als het in de aanloop ervan groter wordt, dan moet het in ieder geval wel groter zijn dan vorig jaar. Ja, daar gaan we sowieso vanuit. Tenminste, laten we het open. Ja, voor ons staat het nog open. Oké. Nou goed, even terugkijken naar de draft. We zien de Chaos Knight pick. Ben ik enorm fan van Chaos Knight. Zo altijd wel voor een feestje qua plays. Wat ik wel al zie gebeuren is dat de Chaos Knight gaat zorgen voor gemiste arrows en zo. En dat is er misschien wel van hetzelfde. Dus ik ben benieuwd. Eezee+5, ja, mist nog een beetje de physical carries, heb ik het idee. Als je het heel even kan overnemen, ik ben even aan het praten. Nevermind. Dus even kijken. Eezee+5 heeft dan denk ik een offlaner en zijn twee supports, de Venge en de Roaming Earth Spirit. Tenminste, we nemen aan dat de Roaming Earth Spirit is. Daar ga ik wel vanuit. Dus we zoeken hier nog de mid en de safeling carry. De reserve time is bij beide teams bijna al doorheen. Je ziet, keuzes worden wel overwogen, gemaakt. En ja, Eezee+5, waar gaan ze voor? Gaan ze dit counteren? Wordt het een mid-Dragon Knight? Ik denk het wel haast. Op zich geen slechte keuze tegen de Chaos Knight natuurlijk, vanwege de tankiness wat de Dragon Knight biedt. Van de andere kant is hij niet heel flexibel qua... Godverdorie, je bent het woord kwijt. 10 seconds remaining. Hè? Qua positioning, zullen we het zo maar even zeggen. Qua mobility, hè? Dat woord zocht ik. Mobiliteit. Venko Gaming, wat gaan zij doen? Ze bannen dan nog hier de carry, I guess. Ik bedoel, Dragon Knight kan ook safe lane carry. Sowieso
Ik denk wel dat dat een andere DK gaat worden dan. Ze bannen de Juggernaut, dus ze gaan ervan uit dat dit een mid-DK is. Hoe zien wij Venko Gaming? Wordt het een mid-Mirana? Lijkt... kan. Maar ja, het kan ook een support Mirana zijn. En die slaat er de offlane of gooien. En dat ze dus nu nog voor een mid gaan. Dus wat Eezee+5 hier gaat bannen, dat is mijn raadsel. Bannen ze hier een mid-held of bannen ze hier een... Wat zei ik? Een support? Dire team pick. I guess. Ze bannen de Wisp vanwege de Chaos Knight. Daar ben ik het op zich wel mee eens. Al ken ik Venko Gaming niet echt als Wisp team. I don't know wat hier het plan van is. Eezee+5 heeft nog in totaal 15 seconden op de klok staan om hier zijn laatste pick te maken. Wordt dit een mid Dragonite of wordt dit een safe lane Dragonite? Dragonite. Dat is een nieuwe held binnenkort. Dat is een Dragonite met een lampje op zijn kop. 4 seconden, ze gaan gewoon rennen met... Nee, het is de Ember Spirit. Dat is een held die ik ook al lang niet meer gezien heb. Maar ik weet wel dat Blue Eye hier redelijk fijn op speelt, maar... ik weet nog steeds niet of het een Dragonite mid of een Ember mid is. Dragonite mid hoor, dat is Ember safe lane. Ja, toch? Dragonite safe lane is super garbage. Ah, de Lion, dus het is toch een Cormorana. Oké dan. Of een Core Lion, wie weet. Wat? Oh nee, why do you have sit up Lion? Nee, toch niet. Oh, we kunnen alvast door de Radiant gaan. We zien dat Kaltetje de Disruptor op zich neemt. Sladar gaat is er niet sober, zoals jullie zien. Mirana, op Formalist op de Mirana, en dat is de mid player. Tiltmaster speelt de Chaos Knight. En dan hebben we YDF inderdaad op de Lion. Dus geen roaming hero dit keer aan de kant van Venko. Lijkt het op. Wellicht dat Lion wel een smoke pakt en daarmee gaat roamen. Maar in ieder geval geen actieve jungler zoals een Nightstalker in de laatste match. En de ene laatste match, de eerste match. De Enchantress. En aan de kant van de Daya dan, Pez. Vertel. Heel even bezig. Oh, dat maakt niet uit. Doe ik het wel. Je dacht dat je al klaar was omdat je alweer het vertellen was. Kijk, Blue Eye inderdaad op de Ember Spirit, zoals we al zeiden. We zien Love hier op, what the hell, wat is dit voor set? Het is een mengelmoesje van alles, maar deze Dragonite is fucking sick. Excuseer my French. Dredd speelt wederom met de Earth Spirit. Jij heeft een paar keer goede plays gemaakt, dus ik ben benieuwd. Consult je op de Vengeful Spirit. Ja. En Neo Flame op de Darkseer. Ja. Ben benieuwd wat er gaat worden. Ik zie weer een pass. Waarom? Wat is de reden? Wordt er weer gescheten? Even kijken. Items not working. DDoS. What? I don't know. Oké, alweer Darkseer wordt gezegd bij Eezee+5. What's going on? Ja goed, er wordt ook gezegd als je Beastmaster en Phoenix bent, dan moet ik wel Darkseer spelen. Het zijn de eerste enige drie helden die de nieuwe flame kan blijkbaar. Nee, grap. Oh. Nee. JK. Flame. Ik ben er weer. Blijkbaar had ik een scrim nu. Dus Maar die gaat niet door, dus... Vanwege jou of... Ja, volgens mij wel. Oei. Maar het is goed, volgens mij. Are you sure? Beetje shaky, I don't know. Oké, is het lekker. Whatever, ik had gevraagd. Thank you so much. Maak dit gewoon even lekker af. Wow, dit is dan een level 4 Observer Ward Smeevil ding. Ik vind de Smeevils wel een van de leukste zelf. Upgraded style, ja. Nee, maar ik bedoel, van al die couriers die ooit gemaakt zijn voor de TI's. Ik bedoel, vorig jaar had je de... Kijk, weet ik het al niet eens meer. Zo saai vond ik hem. Dit jaar heb je die vliegende blob met 5000 staals. Die ik ook niet echt super awesome vind. Maar die Smeevils, die op olifanten konden rijden en de shit. Kijk, daar was ik wel fan van. Oh ja, met die wacky couriers, ja. Ja, die Smeevil, weet je wel, die kon je dan opkreden op verschillende kleurtjes. En op een gegeven moment kon je hem dan ook op een olifant laten rijden. Of op een schildpad volgens mij ook nog. Ja, en die werd ook roze op een gegeven moment of zo. Dat sloeg helemaal nergens op. Ja. Kijk, nou zijn het dus wards. Right. Drie ogen. Moet even kijken hoe ver, want ik heb de draft ook niet echt gevolgd. Darkseer weer. Gewoon een solide line-up aan deze zijde. Game met Arrow? Oei! I'll take that. Wordt dat Mirana? Nee, dat is een met Mirana. Het ziet er formalist op de Mirana, dus ben benieuwd okay. Hoe ze dat gaan spelen dan. Nou, we zien dat... Ja?
Nou, hij had geen zin om de room bot op te pakken. Dus mid liep al 100 gold voor op hem. En hij heeft ook niet goed geblokt. Ik weet niet wat hier het idee was. Hallo, het is Formalist. Ja, hij heeft een paar keer schitterend gespeeld. Ja, dat is wel waar. Dat is weer mid. Ziet er wel op zich al wat gaan doen. Dit is wel een goede kans. Ik denk, ja? Gaan ze daarvoor? Ja, hij raakt. Hij heeft geen jump. Heel veel damage doen. Ga nou niet weer diven, Dred. Oh! Nog heel even tot ze hem hier misschien wel hadden. Hij laat het zelf komen. Heel veel damage gedaan. Als Dragonite daar een stun op had. Het 2,5 seconden. Nee, gaat het. Oh, Formless! Oh, hij mist de arrow! Is dit first blood dan voor YDF? Aangezien de tower kill niet als first blood telt. Op aggro, dude. What? Nee, het is de tower weer. Nog geen first blood volgens mij, toch? Wat gebeurt hier, dude? Wat ontzettend, JD. Oké, line level 2, Mirana level 2. Ik dacht die vent die heeft een lesje geleerd van game 1, maar dit is een disaster. En dat de DK ook nog meedived en dan niet tower aggro afswapt. Oei. Wat een drama. Ja, dit is minder blender. Dat is echt heel jammer. ik wil niet te hard flamen, maar dat was wel echt heel garbage. Ik wil niet te hard flamen, maar super garbage. Nou, maar kijk hoe Daxia zich heeft gepositioneerd trouwens. Nou, hoe de fuck is hij daar gekomen? Als hij wordt gevonden, is hij dood. Maar... Nee, ze vinden hem nooit. Niemand snapt dat hier een gat gemaakt. Dus nee, ze vinden hem. Hebben ze hem gezien? Oh, hij is zich er ook doorheen gegeten. Oh, wat een juks? Oh, level 1. Nou, Disruptor heeft nog helemaal niks anders dan zijn damage, dus hij komt hier wel weg. Toch? Ja. Ja, hij komt wel weg. Ah, daar gewoon kunnen staan. Sneaky. Altijd als ik op Dragonite trouwens dit wapen zie, dan moet ik altijd denken aan die, hoe heet dat, de Tower Defense game. Oh, Nishoba trouwens. Oh, hij wordt teruggekikt. Maar gaat het wel doen. Ja, komt hij wel weg. Oh, YDF. Oeh, tot die raak was trouwens. Hier stond dinges in. Maar wat ik wilde zeggen, hoe heet dat ook alweer? Was dat Elemental Tower Defense? Nee, is niet Elemental Tower Defense. Oh, stun op Neo Flame Bot en hit. Die is dood. 3-0 voor Venko. Oei, ja, dat mid. Ja, dat is zo verbazend, want vorige game zag er goed uit. Goede shots gekald. En dan gaat hij al bijna dood onder een toren. En in plaats van dat hij dan wacht en even regent, gaat hij nog een keer. Oh, double kill. Die lane is gewoon voorbij. Want DK kan nu wel farmen, maar... Ik kan hem echt niet meer killen, die Mirana. Chaos Knight trouwens, even als een Helm of Iron Will, dus dat is flink wat regen nu. Ja. Kan daarmee wel de lane in blijven staan, gok ik. Nou, niet als Darkseer als hij 3 heeft. Dat is echt niet genoeg. Nou, hij is nog 2. Ja, gaat nog goed. Maar zodra hij 3 is, dan gaat het wel... It's going. Wel, Seek heeft ook geen goede AoE clear, dus als er een double Iron Shell op is, gaat het nog heel moeilijk worden voor hem. Ja, dat is zo. Een early armlet doet niet genoeg. Ik bedoel, hij kan hem wel inpoelen, maar... Hij heeft dan echt hulp nodig van de Disruptor, zo, laat het zo zijn. Oh, YDF op laf. Yes. Arrow is een hit. YDF, waarom ga je niet door? Oh, oké, wel een TP van Vengeful Spirit. Maar dat zagen ze volgens mij niet. Ja, die al zo kunnen omdraaien. Maar... Oh ja, zagen ze wel. Volgens mij van de Observer World wel... Nee. I don't know. Maakt niet zoveel uit. Ik denk niet dat ze hem hadden gekillt. Kijk, als we kijken naar... Mana had weinig mana. Als we kijken naar offlane, dan zien we dat de Slaughter ondertussen bijna level 4 is en 6 last hits. Terwijl tot Darkseer, die heeft minder XP, maar wel natuurlijk iets meer last hits vanwege zijn Iron Shells. We zien Dread hier een aggressive rotation maken. Is volgens mij gespot. Ja, die is gespot. En ondertussen was Formalist trouwens naar bottom rune gegaan, dus... I don't know. Het is nou een beetje... Ze doen allebei nu wat rustiger, de teams, heb ik het idee. Ja, we zitten gewoon rustig met farm af te wachten. Geen zin in glimps terug, maar... Nee, dat is gewoon wat extra damage. Beetje zonde van de glimps cooldown, I think. Level 2 glimps. Neo Flame wel level 3. Als hij dubbel Iron Shell doet, kan hij genoeg damage doen. Ja, maar heeft hij daar al de mana voor? Ja, hij is soaring. Oh, gaat hij hier jungelen? Oké, oh, doet hij op zichzelf. Kan je dat al tanken, Darkseer? Oh, mid! Dread! Oh, is Dread in de problemen? Hij heeft niks meer. Oh, yeah.
goed gedaan van Formalis. Koos de goede richting om zijn R te gooien. En pakt daarmee de 4-0. En ja, is bijna level 6 nu. Ja, zoals we net ook zagen, het redt zijn early achterstand. De vorige game niet genoeg. Misschien dat het nu wel wat doet, maar ik inhaal. Ja. Ziet er goed uit voor Venko. Bijna ja, toch wel, hè? Van goede rotations. Daxi heeft nu wel wat meer farm uit zijn lane. YDF is... wordt hier gebotteld door de Murana? Zou fijn zijn. Hopelijk gaat hij niet weer voor die wacko build, want dat houdt niet uit. Maar voor de rest ziet er goed uit. Welke wacko build? De Darkseer? Die van de Darkseer, ja, dat ga ik nog niet nog een keer aan. Ah, hij heeft wel een punt in zijn vacuum. Oh, joh. Ik vind dat helemaal niks. Ik zeg gewoon nou nog een punt in Iron Shell. En op level 6 heb je het echt niet nodig om je replica wall al te hebben, vind ik, hè? 2 punten in Surge is altijd wel te doen, maar vacuum. Een mistige stun op Dread. Oh. Aan op Kalpertje. Hij kan maar één iemand terugglimpsen. En de Iron Shell zit op de creep. Ja, dat is wel fijn. De Iron Shell is doing... Oh nee, is dood. Krijg je wel een return kill met een support voor een offlaner. Dread, ben jij nog op tijd weg? Lijkt er wel op. Lijkt er wel op. Die op Formalist hier. Kan Dread. Die Soba, gaat hij hier neer? Oh, komt hij hier weg? Ja, komt hij weg. Volgens mij was dat een triple remnant. Wat daar gebruikt had de Blue Eye om proberen de burst damage hoog genoeg te krijgen. Ondertussen, Dread gaat die neer. Heeft aan het stunnen, wordt teruggepoeld. Ja, die is dood. Een beetje uiteen voor de kant van Eezee+5 hier. Ja. Maak lopen niet op veilige plekken. Onmogelijke fouten. Ja. Dus even kijken, dit is een double damage groen op de Murana. Ah, oké. Okay. Kies ervoor om dat gewoon te gebruiken om te last zitten. Ik kan hier misschien best wel meer rest zijn met die double damage. Yo, Flame had een Surge gebruikt op een creep. Ik weet niet of dat het opzet was, maar... I don't know. Heel mooie diepe ward voor Kaltetje. Prima. Ik kan de rotatie zien aankomen van Dread op de Earth Spirit. Maar volgens mij realiseert Earth Spirit zich hopelijk weer. Dat die zijn rotations niks doen en alleen maar de lanes verliezen. Dat hij gewoon even moet stoppen, moet killen, even wat farm moet krijgen en dan gewoon weer gaan. Oh, staat hier wel heel gevaarlijk met Formalist daarnaast. Kan hem wel killen. Arrow land, Starfall land ook en Dreadstone. Oh! 8 HP! 10 HP! Radiant Tower. Oh, kijk die arrow, hij is dood! Die ging zo ver, die arrow. Dat is echt vet, alsof het zo'n guided missile was. Ja. Mooi. Kijk, nieuwe flame, ondertussen weer in de bosjes. Heeft... Oh, 1-2-2 gegaan. Maar goed. Hè? Hebben ze de vorige keer mee gewonnen, dus... Ik ben het zo niet eens met die build. Ik snap echt niet waarom je dit zou doen. Oh, Blue Eye? Je mist zoveel damage. Die Soba doet er gewoon lekker agressive tegen Blue Eye. Kijk hem even aan. Oh, maar daar is Dread. Kunnen ze YDF killen? Dread is pas level 3. Blue Eye moet je wel oppassen hoor. Look there. Wow. Die Soba heeft weer een stun. En de. YDF juked? What? Krijg je hier Blue Eye? Oké, Dread krijg je sowieso. Oeh. One for one, maar. Heel veel geïnvesteerd ook bij de tower. Dat is jammer, voor beide kanten. Ik bedoel, Eezee+5 had dat gewoon heel makkelijk moeten kunnen doen. Maar Venko had daar gewoon Blue Eye kunnen killen in de plaats van de Earth Spirit. Dus ja, ik vond het ook vreemd. Gewoon 2 hits en hij was dood. Ik vond ook vreemd dat ze daar voor de Earth Spirit kozen in plaats van de damage op de Blue Eye te doen. De Blue Eye. Ik dacht ze van, hij is toch al in de baak, hij is toch al dood, maar het kostte wel heel veel. We zien niet de Midas op Mirana, maar wel al de point booster. Dus het wordt toch de Aghanim's Rush, maar deze keer zonder Midas. En... I don't know. Meestal zie je altijd Midas erbij. Kan wel. Het punt is, hij heeft ook zoveel gekregen in de early game. Dat als hij nu, zeg maar, had hij nu ongeveer al zijn Midas gehad, bijna. Want dan had hij niet al die useless spullen hoeven kopen. Dus dat had hij nu al gehad. En nou ja, het is gewoon 9 minuten. Het is gewoon prima. Ga je ze een Neo Flame te pakken? Hebben ze nog een Glimpse? Nee, Glimpse was hier al voor gebruikt. Oh, kijk, daar is de vacuum power.
is de vacuum power. Oh, health potion wordt gecanceld en hij is super dood. Hele optimistische TP daar, want je hebt gewoon vision dankzij Thunderstrike, dus whatever. Oh, YDF wordt hier wel gekilld, denk ik hoor. Dragon Knight staat hier onzichtbaar. Gaan ze voor Formless? Hij heeft alleen maar een stun, dus. Dat is een bal killen. Ze moeten wel voor YDF gaan, want als ze voor Formless gaan, dan countert YDF deze hele gank. Hij wordt ook echt gepinkt. Echt een 2,5 seconden stun, hè? Ja, maar ze hebben niet de burst damage om Formless te killen hoor. Hij is nu super out of position. Earthspit is pas level 3, moet ja. Moet nu gewoon voor de Mirana gaan. Ze gaan voor YDF. Ik weet niet of het is. Nee man. Ah joh. Oh, ze missen alles. Oh, YDF is dood. Oh, de arrow op Dread. Counterkill. Dan was hij denk ik allemaal niet waard. Mirana staat op de op hun heel. Met 2 stuns erachter. En een silence. Als DK op de Mirana was gegaan, op hun eigen heuvel, dan was dat een... easy kill. Wordt dit een dit wordt dan denk ik een armlet? Dat gecombineerd 5 seconden aan stun, 2 seconden aan silence erbovenop. Ja, dat moet makkelijk zijn. Waarom heeft deze Chaos Knight zijn armlet nog niet afgemaakt? Tja, misschien dacht hij ik ga voor wat early hitting potential. Ja, maar dat hij kan hem gewoon kopen, hij heeft echt money als water. Dyer's bottom tower is under attack. Ja, of gaat hij hier gewoon blinken ofzo? Een Radiance. Hier komt het. De world first CK Radiance. CK Radiance, Octarine Core, Manta Style. Naga 3. Oh, Love? 2 ports in mid. Om een andere Neo Flame die nog steeds level 6 is. 6 minuten into the game. Ja, heb je trouwens gezien hoe hoog Dread is? Ja, oké, okay, maar Dredd, al zijn ganks zijn gefaald, hij heeft geen lane gehad. Terwijl Neoflame heeft op een gegeven moment gewoon een gratis lane gekregen, is besloten om er toen uit te gaan. En is nu maar level 6, lager dan de Vengeful Spirit. Dat mag nooit gebeuren. Die Shoba heeft niet zo'n ster. Die Shoba heeft gewoon bijna zijn blink. Dat is echt snel op deze slader, level 8 ook ondertussen zijn net worth. Ja, 400, 500 boven zijn counterpart aan de andere kant van de map, op de Darkseer. Maar hij is wel al 2 levels hoger aan. Wow, wat gebeurt hier? Krijg je zijn formulist te pakken? Oh, hij tikt. Oh, Ember Spirit kreeg hem. Een nodige kill. Als heb je nog een steun, kunnen Kaltertje wel killen. Ja, Kaltertje is dood. Een TP in van CK, die kan redelijk wat damage doen hier. Oh, maar hij is gesilenced. Moet hij wel oppassen hoor. En hij heeft... Kijk, als hij nou zo'n armlet had, was hij 10 keer zo sterk geweest. Ja, maar hij had dat nog niet drinken dan. Maar, hè, is CK trouwens niet zo... Is zijn ult niet zodanig vaak gebufft dat hij gewoon al goed is op level 6? Ik bedoel, ik weet dat al zijn andere skills ook echt awesome zijn en redelijk goed scalen. Ja, maar... ik vind dat alsnog underwhelming. Level 1 ult is altijd gewoon heel zwak. Ik vind het wel best om niet te skillen. Ik bedoel, het kan wel, als je heel eerlijk gaat fighten. Maar hij is ergens voor aan het sparen. Ja, ik heb geen idee. Nee, 3000 gold. Als dit een Radiance gaat worden... Nee, daar is de armlet. Kijk eens aan. What? Dyer's middle tower. Ah, dat had echt gewoon 5 minuten geleden kunnen hebben. Ja, en had hij ook veel meer damage op die bottom tower kunnen doen en... Als hij dan zijn ult had gepakt en had hij misschien zijn bottom tower wel neergemaaid. Misschien een klein beetje een derp momentje van CK. Ja, zo van, oh, ik moet farmen. Op een gegeven moment zo, oh damn, ik heb weer gefarmd. Bottom doet het wel gewoon heel goed. Net worth staat gewoon prima. Inderdaad, Blue Eye op de Ember staat verrassend nummer 1. Ja, hij is... Wat eigenlijk wel heel erg gepaint is. Hij heeft support boots al en hij is goed onderweg voor zijn clear. Hoe de hel is dit gebeurd? Blue Eye, kerel! Blue Eye knows how to last it! Ja, hij staat ook 2-0, I guess. Maar ja, CK staat ook 1-0. Oh, bottom, kaltertje. Dat is de hex van YDF. Heeft geen stun meer. Wow! Oh, Earth Spirit draait daar om. Ja, kijk daar. Short time kill van YDF. Kijkt hier een kill, maar die wordt gepunished door Love. En dan zo is het 2 voor 10. 2? 2 voor 1. Ja, 2 voor 2. Oh, 2 voor 2, oké. Maar dat is Darkseer aan dood, wel in zelfde lijn. Hoe dan? Ja, dat was ik ook aan het kijken nu, hè? Wel, Blue Eye heeft veel, sure. En TK ligt niet heel ver achter en hebben wel genoeg om nu soort 4 Protect 1 te gaan doen. Waar Ember gewoon alleen apart gaat zitten en de hele tijd
de intp'd als die nodig is. Want TK heeft die pushing potential, ja. Maar ze zouden nu ongeveer een mech moeten hebben. Op de Darkseer. En hij heeft helemaal niks. Dus ik weet niet of ze wel die pushes genoeg sustain hebben om die push vol te houden. Ik denk dat als hier Venko besluit om te gaan vechten, dat ze makkelijk kunnen winnen. Gewoon omdat Darkseer niks heeft. Earth Spirit heeft niks. En in feite, ja, Fench heeft natuurlijk ook niks. Dus het enige die wat heeft is Love. En die heeft niet genoeg om het hele team van Venko in zijn eentje aan te kunnen. I don't know. Chaos Knight heeft op level 10 wel zijn ult gepakt. Kijk, hij heeft zijn extra illusion. Lucky bastard. Kan daar flink mee gaan pushen. Alhoewel, daar staat Blue Eye staat hier wel. Zijn cleave zal hem natuurlijk wel flink gaan helpen dadelijk. Zodra het team heeft tegen dit soort shenanigans van illusion armies. Maar, I don't know. Het is niet dat ze een Ember hebben tegen een Lycan of een Beastmaster of een PL. Dus DK is ook wel wat, hè? Ik bedoel, zijn illusions zijn no joke. I know. Ik weet dat ze no joke zijn, maar het is niet dat die er dadelijk tot hoe zeg je dat? Of een Nature's Prophet als je die tegen hebt, weet je wel. Dan heb je weer 6 extra targets om te slicen. I guess, maar ik bedoel, hoe gaat Venko hier high ground? Met een blink-in van Stardar, een initiation van CK. Of een, weet je wel, een slow siege met Marana. Maar slow siege Marana is super garbage. Dus het enige wat ze kunnen doen is high ground afnemen, omdat ze zo'n goede illusion counter hebben. Hoe ga je high ground tegen Eezee+5? Als je groept, word je gevacuumd en gecleaved door Ember Spirit. Ja, dat klopt. De vacuum cleave, daar is inderdaad wel een ding waar nog niet echt zo bij stil aan te staan. Wel, ze zien Blue Eye. Link ook op. Oh, lekker hoor. Delete. Oh, de illusions lopen nog rond. Doen 100% damage. Sommige mensen noemen dit bad manner als je meteen initieert na een pause, maar I don't know. Alright. Het is aan hen. Ze stonden er wel al klaar voor, dus. En wie had de pass ingezet ook alweer? Ik heb geen idee. Mirana resumed, kan ik niet zien, jammer. Dat vind ik nog steeds zo stom. Ik kan niet wachten op die UI change. Even kijken, hebben ze hier de mid-tower? Oh, Dragon Knight, nice deny. Lekker gespeeld, jongeman. Maar de blink nu al online op Nishoba, dat is gewoon goed snel. Ja, dat is heel snel. Hij heeft meer dan de Darkseer op de offlane slider. Oh, Mirana heeft zijn farming item hoor. Het is zover. Dat is prima timing, 16 minuten. Oké, ze zien hier alles wat gebeurt bij de Dire. Oh, Consultio loopt er gewoon terug in. Ja, die is dood. Oh, een hele mooie double stun van die Shoba daar. Kunnen ze damage doen op Love? Lijkt me van niet. Armlet aan. Oh, hele mooie stun. Oh, die Magnetize. Dredd, kan je hier nog damage doen? Stenen gooien. Oh, Love moet gaan oppassen hoor. Oh, Loi had daar misschien wel kunnen helpen? Nee, hij heeft niks. Hij heeft nog geen items. Hij kan daar niet helpen. Als hij daarin was geweest, was hij instant dood geweest. Hij moet zijn cleaver hebben. Ja. En hij moet meer dan zijn cleaver, hij moet 4 punten in zijn leven. Hij had gewoon, ja. Het begon na die failed dodge op de RO van Ven. Als ze gewoon meteen hadden gepakt, het enige wat ze kwijt waren geweest was Fench. En dat is niks. Nee, dat is waar, dat is waar. Ze hadden geen Dragonform, wat heel erg groot is. Sure, de 3-man stun Silence was mooi van Dredd. Maar dat is allemaal laag level, dus het deed helemaal niks. Geen wall op de Darkseer. Ze hadden helemaal niks. Moet je gewoon belen, zo'n fight. We zien hier bottom ulti, formalist. Laat zich niet net zien. Maar krijg je hier als het goed is wel een tor uit. Dat lijkt me wel. We staan 4k nu voor. We hebben een advantage. Kijken of ze het nu wel kunnen volhouden. Vorige keer was het niet dat geval. Maar ze hebben. Eezee+5 heeft de mogelijkheden om te split pushen. Waardoor zolang Lion nog geen blink heeft. En die Shoba wordt hier teruggegooid. De red is hier super dood. Oh, sorry, ik had even niet in de raad tot bottom nog steeds zo hard werd ingepusht. Love wordt hier geïnitieerd. Wordt 4 seconden stun en een static field eroverheen en nog een hero. Oké. Dat is wel... Ja, sorry?
Nee, ik zeg, dat is wel iets wat, wat Venko echt nodig heeft om die snowball door te zetten, dit. Het enige waar ze dadelijk wellicht nog, waar de hoop van Eezee+5 ligt, is denk ik bij Blue Eye daar op de Ember Spirit, die niet heel veel meer nodig heeft voor inderdaad zijn eerste cleave. En daar is zijn farm nog meer accelereert. I wonder, man. I wonder. Ja, nou ja, de shot call die ik toch goed vond in game 2 aan de kant van Eezee+5 is nu gewoon echt om de ene of andere reden uit elkaar gevallen. Ze zijn torens aan het verdedigen terwijl ze gewoon niks hebben. Ze hebben een initiation, maar niemand op het team doet wat. Ja, het is heel questionable. Blue Eye gaat hier voor een kill die hij nooit kan krijgen. Hiltio probeert het af te maken. Hij kan nog swappen. Gaat nu ook dood door de double damage formalist. Ja, en zijn axe. Sick. Ja, hij heeft nu ook port boots. Menace. Het ziet er niet goed uit voor Eezee+5. Nope. Maar ze kunnen het nog terughalen. Ik bedoel, ze hebben wel een line-up die hiermee kan dealen. Maar als ze nog één of twee van die teamfights verliezen, dan denk ik dat het wel te ver achter staat voor nog om terug te komen. Want het gaat echt de verkeerde kant op. Darkseer heeft nog steeds niks. En dat was vorige game ook zo. Maar de acties van Dredd zorgden er in de midgame al voor dat het niet zoveel uitmaakt. Maar weer laat hij zien dat hij niks heeft in die lane. En dat is wel uitzonderlijk. Oh, top. Wordt er gevochten. Ze vinden hier Blue Eye. Blue Eye moet oppassen dat hij niet geklimst wordt. Hij doet dat heel goed. Mist. Dyer's top tower is under attack. Daar is de klim. Wordt nu geklimst. Oh, in de static storm. De schop was te goed. Oh, laf nu. Kan hij hier nog iets doen? Ik vind hier wel wat hoor. Of toch niet, want daar was alle damage. Consultje gaat hij denken. Hij kan nog stunnen. Nope. Lekker voor Venko. Ik denk dat Eezee+5 het tering lastig gaat krijgen, willen ze hier nog uitkomen. Ik weet niet hoe ze terug kunnen terugkomen. Ik bedoel, Ember Spirit is enorm gezakt en Mirana heeft nu ondertussen ook zijn blink zelfs. Lion heeft meer dan de offlane Darkseer en ik wil er niet te lang op hameren, maar hij heeft echt weinig. Echt nul impact gehad deze game. Dredd heeft negatieve impact gehad zover deze game. Hij heeft meer schade gedaan aan zijn eigen lanes dan dat hij mensen heeft gekillt. Dus ja. Ik weet het niet. Ik weet niet hoe ze terug kunnen komen. Cleaver is nog niet online. Ze kunnen high ground houden en hopen dat Enko te diep gaat. Maar ze kunnen de torens niet meer verdedigen. Tier 2 top kunnen ze al niet verdedigen. Maar zelfs al gaan ze nu voor tier 2. There's no way dat ze die kunnen houden. Ze kunnen niet vechten. Ze moeten gewoon fights blijven dodgen. Darkseer ook nog steeds zijn mech niet af, level 9 nog. Oké, gelukkig kunnen de teams wel nog redelijk goed met elkaar omgaan, zo te zien. Ja. Dat scheelt. Eerdere 30 minuten pauze is. Dus, zien hier. Blue Eye, careful bro. Formalist komt er nu aan, als het goed is kunnen ze hem nu wel killen. Hij heeft nu wel een spirit uit, dus. Tenzij hij wordt gestunlocked en de static field misschien. Nee, hij is al weg. Hij ziet de Chaos Knight, hij scheidt zichzelf en hij gaat back. Wat op zich niet heel vreemd is. Gaat hij hier zeggen tegen Love, give me the money, I need my... ze zijn een fact on the last, zit ze hier in het team van de dagger. Oei. Dat is ook niet lekker. Iemand kalt hier niet de shots. Oh, nieuw flame oppassen hoor. Formalist heeft een blink. Maar lijkt me niet slim daar achteraan te gaan. Ik kan me tot op een bepaald punt wel voorstellen dat er getild wordt aan de kant van Eezee+5. Ja, oké. Dat klopt. Game is redelijk moeilijk. Game gaat niet volgens plan. Maar ja, je moet je eruit kunnen trekken. Zover. Oh, Arrow op Dredd. Nee, mist. Formalist probeerde daar zijn best, maar... Dredd overleeft dat gelijk. Oh, Blue Eye moet hier oppassen. Dat is de Hex into Stun into Static Storm. Blue Eye is helemaal kapot. Hij had ook gewoon op kunnen vangen. Ja. Hindsight. Als zij nu met z'n vieren bot waren in plaats van mid, dan hadden ze niet mid kunnen nemen na zijn death. Dus sure, hij was dan dood geweest.
En dan had hij een 5-man rotatie plus sterkstroom gebruikt voor zijn kill. En dan had zijn team wat space gekregen. Dus ik weet het niet. Hij is te veel bij zijn team. Voor de hoeveelheid split push die hij moet doen om terug te komen in deze game. En ja, zo vinden ze Roshan. En Roshan gaat nog ook nog wel aardig snel neer vanwege de Chaos Knight passive. Plus de Slaughter ult uiteraard. Ja, het gaat snel, het gaat goed. Ja, dat is Doei Roshan. Oh, ze hebben nu wel Formalist gevonden. Dat zou wel een hele grote deel zijn als ze met tijden. Dat zou lekker zijn. Oh, een Venko speler pakt hem voor de 1200 gold in plaats van de core. Ik weet niet of dat helemaal de bedoeling was. Maar... Ja, ik denk dat de screen was om te helpen, want ze wilden hem wel koste wat kost hebben. Dus, maar ja, dat je dan net de laatste hit mee pakt, dat is nee. Maar het is heel veel gold voor dat team. Dus op zich, sure, ze zijn Roos kwijt, maar die hadden ze toch niet kunnen contesten. Nee, dat is waar. Dat is waar. Als ze nu die tier 2 mid gaan verdedigen, dan is het game. Want dan verliezen ze en dan is het instant GG. Ja. Maar Venko heeft op zich genoeg om hier high ground te gaan. Ze hebben Aegis klaar. Misschien wachten ze op level 16 op CK. Ik zou gewoon gaan, als ik wel. Hoe kunnen ze die fight nou verliezen? Gewoon ulti poppen en voor buildings gaan. Nog steeds geen cleaver op Ember Spirit. Nee, ja, dat komt omdat hij ze net wel dood ging, hè? 10 minuten geleden had hij evenveel farm als nu. Gewoon, ongelooflijk. Hij deed het zo goed in het begin. Ja, hij is enorm gezakt, maar dat komt ook dat hij gewoon een paar keer heel goed gegankt is. De Disruptor is gewoon een geweldige counter. Het is in ieder geval heel moeilijk voor Ember Spirit om daarmee om te gaan. Dus, vind een squishy agility carry die niet doodgaat tegen een 14 minuten blink Slardar. Hè? Ik denk niet dat het uitmaakt wat voor een hero die had en wat voor een hero, of welke supports die speelde. 14 minuten blink Slardar, dat doet gewoon hard aan. Of wat was het? 13 minuten is een blink Slardar. Maar als het goed is, gaan ze nu mid. Blue Eye wordt hier gevonden door Nishoba. Oh, de bashes. Dit is echt niet normaal. Nishoba kreeg de bashes precies goed af en Blue Eye moet daardoor helemaal terug naar base. En daardoor wordt mid hier gerekt, lijkt het wel. Ik denk het wel. Oh. It's no way dat ze dit gaan vechten, toch? Lijkt het wel op. Radiant's opponent has been killed. Oh, cool. Tot zover, ze hebben de CK ult gecounterd. Love leeft nog, maar gaat nu dood. Heeft geen Dragonform meer, geen buyback. En ze zijn 3 man down. En ze krijgen die dread ook nog. Of Blue Eye, de nog grotere kill. Nee. Alright, dus ze hebben het verlies van hun tier 2 hebben ze met een minuutje uitgesteld. Backdoor protection is er, maar de creeper komt eraan. In de plaats daarvan hadden ze top tier 1 kunnen hebben. Bot tier 2 pressure kunnen zetten, is ook niet gedaan. En ze hebben geen ulties als Venko nu besluit high ground te gaan. Dus al met al een vreselijke beslissing. ik snap het. Al met al een terrible mistake. Dus even kijken, de Battle Fury is af aan de kant van Ember, maar die moet nou terug naar base. Is dat zo? Het team van de Radiant is redelijk low. We kunnen gewoon ingaan met CK. CK is super low, gast. Hij heeft een Aegis. Oké, gast. En Mirana was vol mana, totdat hij die camp farmde. Disruptor is vol mana, vol HP. Dota was nog goed genoeg. Even kijken, hoe lang hebben ze die Aegis nog? Nog kleine 2 minuten. Wellicht dat ze nou gewoon nog een push kunnen doorzetten op deze manier dan. Dat ze net een iets sterkere push willen hebben vanwege een full HP Chaos Knight plus een Aegis. Ja, I don't know. Het staat veel op het spel natuurlijk, want hè, de fame en de glory van de DDL Division 1 is niet zomaar niet. Radiant's middle tower has been denied. Dus ik neem aan dat jij ook al enorm trots bent op je team. Ja man, super. Ongelooflijk, wat een prestatie. Nee, dat gaat goed. Een win is een win. Nee, maar ja... Ik probeer te bedenken hoe dit nog naast een dive, hè? Want je wil nooit eigenlijk afhankelijk zijn van iemands fouten. Wat ze in feite nu wel zijn. We zien nog geen split push. Is Ember voor een tweede Battlefield gegaan trouwens? Ik zie nog een broadsword. Nee, dit is een crit stack. Oké. Tweede Battlefield is sowieso niet de keuze. Gewoon crit stick into Lincolns heeft hij nodig. Rana ult?
Ah, maar dat is natuurlijk ook de angst van Eezee+5. Zodra dat je niemand op de map ziet, durf je gewoon niemand die bezigheid. Nee, maar ze moeten risico's nemen. En of dit nou een bait is met een 4-man smokehaak erachter, dat vind ik nog wel wat hebben. Maar dit is gewoon... Gewoon torenverdedigd van je achterstaat. Nog? Tegen een teamfight line-up. Ik snap het niet. Aegis is expired over 10 seconden. Als die Kersnipe precies in die fight was geweest, nou... Ze kunnen gewoon high ground houden. Blue Eye moet kunnen... moet een ward met zich meenemen en gewoon in een lane gaan zetten. De enige manier waarop ze winnen is als Blue Eye genoeg krijgt en ze high ground kunnen houden. Alhoewel, maar dat doen ze niet. Is hier gepakt. Oi. En de CK. Als de CK je dood krijgt, is dat enorm. Wow. Probeer je daar te armen tokkelen? Wat deden ze daar? What? Dit is big. Dit zijn de twee dikste cores en die zijn gewoon allebei kapot. Eén support was bot. Volgens mij was de Disruptor was top ofzo, of de Slardar. En ze stonden buiten hun basis. Dit was een 4k gold en een 5k XP change. What? Ik bedoel, het is een druppel op een gloeiende plaat, maar het is een begin. Ja, ik bedoel, je bent dan afhankelijk van de fouten en dan wordt de grootste fout mogelijk wordt gemaakt. De twee farmed cores staan buiten je basis. Ja, Dragonite trouwens met een blinkdagger was me nog niet opgevallen. Nee, die heeft hij al een tijdje. Hij gaat nu voor zijn pieken die. Die had hij al vrij lang. Dat is ook wat hij nodig heeft. Er kwam trouwens door die ward die hier is neergezet. Vind ik wel een mooie ward. Altijd. Ah. Meestal altijd als je Radiant bent, maar gezien hoeveel ze achter staan, is het een goede ward op Eezee+5. Gewoon high ground defense is the name of the game. Ze staan hier wel in ward vision, ze worden allemaal gezien. Literally everybody. Kijken of Venko op tijd kan reageren. Ik had het ook wel mooi gevonden als hier nog een smoke achteraan kwam. Maar... Is dit Mirana? Dit is Mirana. Ik denk dat ze nou agressief gaan met een Mirana ult. Ja, dat kan ik me heel goed voorstellen. Maar het is nu weer high ground defense. Wacht of tot toch het niet. Roshan. Roshan is nog wel even down. Nou, nog eventjes. Of ja, sowieso minstens een minuut en een beetje. En wie weet nog wel 4 minuten en een beetje. Ja. Op zich dat hier, als ze nog heel even wachten, dat hier Blue Eye een lane moet gaan opzoeken. En dat ze dus weer die smoke gank moeten proberen. Want je zag dat ze wel redelijk comfortable waren. Eén iemand was top, één iemand was bot, twee mensen waren mid, twee mensen gaan dan dood. Maar daar kan je met zo'n smoke gank toch wel flink wat gebruik van maken. Die item build op YDF trouwens. Echt één en al ability en utility, hè? Echt niks van HP. Ja. Erg squishy, maar... Kan hij zich ook voorlopen, hoor. Ik bedoel, als hij wordt gefocust, dan is het toch wel een historic game. 1500. Glimmer op Disruptor is ook prima. Ja. Glimmer ook aan de andere kant trouwens, weer op Earth Spirit. BKB op Nishoba. BKB nu ook op CK. Ik denk dat ze nu er gewoon mee gaan. Nu is wel go-time. Wellicht nog wachten op de volgende Rose. Nee, ze kunnen gewoon gaan. Als het goed is. Misschien wel eens niet riskeren, maar het kan wel. Oh, dat komt CK op, met BKB. Hoe ga je daar naar godesnaam aan... Hoe ga je dat killen? Ja, dat is ook zo. CK nu gewoon zijn ult popt en gaat. Armlet aan, pop ult, go. Misschien zijn ze te bang. Misschien denken ze, ik word toch alsnog downgecleaved. Redelijke concern. Maar als hij zijn ult popt... En ze krijgen de Ember, dan is het gewoon voorbij. De fight is voorbij. Ja, dat moet is er meteen een buyback komen en hij moet er meteen zijn. Ik denk niet dat ze dat uithalen. Oh, Ember zit top te pushen trouwens. Ja, dat is een goede beslissing. Een hele goede beslissing, want ze zien nou het hele team. Dus Ember weet dat hij daar mag zijn. Moet nou wel terugkomen. En dat is hij. Maar is hij op tijd? Dat is de vraag. Hele mooie beslissing. Ember wasted static storm. Krijgt ze Love nog wel dood? Wordt teruggepoeld? Love is dood. Heeft geen buyback. Die Shoba is ook bijna dood. En Ember wastes al zijn... Hard is een base. We hebben nog... Wow. We hebben nog Glyph. We hebben nog Glyph. Formalist, gaat hij dood hier? Come on, dude. Ja hoor. Ik bedoel, ja, het is wel een Rex, maar... Ja, dat maakt echt heel veel uit. Krijgt ze Mio Flame nog? Nee, is een Blink in van Blue Eye. Blink gehaald. Weet de stun van YDF de doortje en krijgt een kill. Ja, dat is prima gedaan. Dit is echt niet verkeerd. Ja, kalpetje.
Dit is echt niet verkeerd. Eén buybacks gebruik ik nog ook op hun. En ze hebben 4 man gekillt. Sure, ze zijn Rax kwijt, maar... Alleen een melee tegen een Ember met cleave? Nou, oh, valt me mee. Lijkt me ook. Ik bedoel... Blue Eye stond... hier. Hier mensen te cleaven. Terwijl er 2 creepwaves en 4 heroes op zijn Rax stonden. Als die daar de positioning had om daar te cleaven, hadden ze volgens mij ook de... Hadden ze geen Rax verloren, maar... Ja goed, de uitkomst vertelt wel dat Blue Eye wellicht toch de goede keuze heeft gemaakt. I don't know, ik bedoel, hij heeft toch wel flink wat klaargespeeld daar. Ook alle helden die losliepen, zeg maar, aan de zijkant. Hij pakte de Mirana die bijna wegging. En telt toch ook allemaal wel mee, I guess. Ja, dat kan wel. Ik denk dat hij wel meer had gedaan, maar die weet. Hij heeft nu weer wat gekocht. Neem aan dat hij voor zijn Daedalus gaat hier, ja. Ik zou voor wat nog wat op de fans gaan. Wat bedoel je? Ze hebben wel heel erg veel jump, maar misschien is die reliant op zijn blink. Op zich ook wel een goede keuze, dus hebben nu gewoon damage nodig om door die CK ult heen te komen. Bedoel, als hij nu zijn Daedalus afmaakt en dan nog enige vorm van damage erop krijgt, dan gaan ze het heel moeilijk krijgen om nog een keer dat te flikken. Dat is zeker waar, dat is zeker waar. Dragon Knight heeft nou wel zijn level 16 gekregen. Ja, Frostbreath. Gaat dat veel uitmaken hier? Level 3 Dragonform. Een AoE slow? Sure, altijd. Ja, is toch ook wel chill, denk ik. Dat je... Maar hij moet vooral buyback hebben, als het niet. Ja, dat is... Hij heeft geen buyback? Dat is een aparte keuze hier, vind ik, als ik hier eerlijk ben. Ah, kan gebeuren. Ze hebben hier een hele vroege mana ult gepopt. Why? Ik weet het niet. Ik denk dat het een misklik was van Mirana, want het is veel te vroeg. Misschien waren ze bang omdat ze niemand op de kaart zagen, dat er een smoke gank aankwam. Ja, better safe than sorry, neem ik aan. Ik bedoel, 80 seconden kunnen ze best wachten om high ground te gaan. Niet zo'n heel groot probleem. Ja, daar heb je wel een punt. Even kijken, 3,5k gold op de Chaos Knight nu, wat gaat hij? Maar Blue Eye is heel goed aan split pushen, ze zien nu Formalist top. Als zij nu een smoke poppen en bot gaan, Formalist kan er niet zijn. Het is nog 20 seconden. En Chaos Knight is half AP. Ik bedoel, hij heeft dan wel zijn Aces en BKB. Oké. Maar je kan wel zijn eerste live redelijk snel poppen. Ze hebben gesmoked. Ze moeten snel gaan, want hij heeft dit bijna is precies voort. Wat jij zei. Ze doen het heel goed. Wordt dit gepinkt? Als ze nou hier de supports en de backline allemaal kunnen pakken. Dread ult. Nee, niet ult. Wel ult. Oké, Dread offert hier zijn leven op. Alle illusions zijn al neer. Ja, maar... Oh, en ze worden gekaaid. Alleen maar, weet je, het is dood. En Dread heeft alles nog. Dit is prima. BKB inderdaad used. En Mirana, kijk waar Mirana zit. Mirana kan er niet in. Als ze er nu in gaat, dan gaat hij dood. Arrow is wel gelanceerd. Raak Dread, want die is invis. Schitterend gedaan voor Eezee+5 hoor. Ja, dat was een mooie smoke. Ze zagen in dat Mirana er niet kon zijn. En kite daarna de BKB CK. En nu heeft... Blue Eye wel de damage om in één keer, want hoe lang overleefde die CK Illusions? 2 seconden? 1 ja, seconde? Niet lang. Nee, die dingen waren echt weg. Dus hoe langer dit doorgaat, hoe gevaarlijker het wordt. Maar je ziet ook de kracht van de split push. Blue Eye forceert iemand naar boven, of nou ja, forceert. Naar hun mening forceert iemand naar boven. En dan initiëren ze een fight. En dat is gewoon de sterkte van de Ember Spirit. Formalist? Formalist kan hem makkelijk killen, maar... Ja, cool. Spannend. Dus ja, als Venko dit nog een keer doet, dan... maar wel, ze staan er al voor, ze hebben map control, alle tier 2 staan nog. En mijn mening, scale is ook wat beter, pardon. Rana scaled heel goed. Zelfs met een Ember. Nou, misschien... Nee, dat trek ik terug. Eezee+5 scaled wel beter. Ja, denk je? Ja, maar Rana doet heel veel damage, Slaughter ook. En Axe op Disruptor is heel groot, maar gaat hij dat nog krijgen is de vraag. Ja, dat zeg je wel. Hij heeft ook inderdaad 4-staff Glimmer nu, dus zijn goud is op. Op Blue Eye is het heel goed aan terugtrekken en Blue Eye heeft ook nog buyback, dus hij kan zich redelijk wat veroorloven. Als hij gewoon alle lanes uitpusht, naar reactie forced. Het probleem wat ik alleen zie aankomen is dat... Eezee+5 niet genoeg wave clear heeft in zijn eentje naast Blue Eye om lang high ground te kunnen houden.
Dus zodra het tegenstandersteam bij hun high ground is, moet Blue Eye back. Hè, als je bijvoorbeeld een Earthshaker, een Windrunner of zo erbij had, dan had je heel hard kunnen split pushen. Hè? Gewoon echt heel veel pressure zetten, omdat je team genoeg wave clear heeft. Maar dat hebben ze gewoon nu niet. Maar hij laat het werken. Tot zover. Nou ja, we zijn benieuwd wat er nu gaat gebeuren. We zien dat Chaos Knight zijn Reaver heeft gebouwd. Dus die is aan het sparen voor zijn Heart of the Rusk, lijkt mij. Dat lijkt mij ook wel, ja. Tenminste, ze zijn nu in positie. Maar Blue Eye moet er zijn. Ik ben benieuwd als ze durven te pushen tegen Blue Eye nu. Of ja, tegen Eezee+5. Maar het is Blue Eye die voornamelijk de tikken uitdeelt hier. Het gaat echt positioning worden en initiation. Kunnen ze die initiation? Oh, here we go. Love initiate wordt uitgespat. Dieke die is gepopt. Oh, de buyback is prima. Perfect gewoon. Perfect fucking fact was dat. Oh my god, wat. I have no words of what Eezee+5 hier deed. Ik wilde net zeggen waarom het zo lang duurde, waarom Ember Spirit er nog niet inging. Want het duurde echt heel lang. Gewoon, Dredd sprong erin, ging dood. Lovett geïnitieerd, waste een volle BKB charge. En alsnog was Ember Spirit er niet. Ik dacht, waar is die? Maar het blijkt dat ze inderdaad zaten te wachten op, heel lang waren aan het beten waren. Zoveel mogelijk illusions, zoveel mogelijk mensen in die choke halen. En dan één grote wombo combo eroverheen gooien. Prachtig gedaan. 40 seconden en geen 30 seconden geen buyback op CK. Radiant's middle tower is under attack. CK had als geld uitgegeven aan die Reaver. Dit was big. Kijk even voor de grap naar de XP en de network. Radiant's middle tower has fallen. Nee, ze gaan niet wat. Nee, dat is een risico. Dat is een risico. Zij weten niet dat CK geen buyback heeft. Wow. What? Holy fuck. Je ziet er gewoon de gewonnen fights, hè? Even kijken, op 27 minuten gewonnen fight er Eezee+5. 5 minuten later nog een keer, 4 minuten later nog een keer, en nou de laatste. Je ziet gewoon dat wat eigenlijk Eezee+5 gewoon van het begin af aan had moeten doen. Al die buitenste rachs kunnen ze gewoon laten gaan, zolang ze maar high ground verdedigen. Elke keer dat ze high ground hebben gevochten, hebben ze, nou ja, behalve die midrax, hebben ze in feite de fight gewonnen. Maar, dus ja, dat hadden ze eigenlijk gewoon veel eerder kunnen doen. Hoe lang had Darkseer zijn blink al? Want dat was wel een cruciaal dingetje. Die was nieuw, volgens mij. Ik weet het niet, maar... Wat een disaster, jongen. Thor is wel bijna dood. Je kunt het niet heel lang... Je kunt het niet nog een keer flikken, volgens mij. Zonder dat ze... dakschade gaan doen. Venko heeft nog de mogelijkheid om zich aan te passen. Ik denk niet dat de game te ver weg is, is geslipt. Nee, maar denk ik gewoon niet. DK heeft bijna een AC. En dat wordt wel heel gevaarlijk. Want, ja, Pez-Alor heeft nog steeds hetzelfde als daarnet. Lion heeft misschien wel een Aether Lens, maar hij gaat nu Axe. Ja, had hij ook al toen ik zei over Lions en items. Ja, maar toen had hij nog geen point booster, toch? Wow. Oh, nee, maar je zei Aether Lens. Ja, hij heeft nu ook een point booster. Ja, oké. Okay. Formalist en item progression is ook niks, gezien hij een Manta heeft en hij heeft nu Maelstrom, maar gezien hoe erg hij voorstond, ja, een beetje zonde. Blue Eye top net worth nu trouwens, hè, op de Ember Spirit. Formalist is AFK. Ah, oh, nevermind. Ik moet net zeggen... of toch niet. Dat ligt hier net weer. Hij probeerde mij in ieder geval op te lokken. In ieder geval. Waarschijnlijk een Shiva's op Slaughter of een AC, maar ik denk dat TCK ook wel de AC zou willen halen. Alhoewel, misschien heeft hij daar geen geld voor. Ja, en ja, inderdaad, Blue Eye staat nu bovenaan, maar de TK en de. De Neoflame op de Darkseer is zo hard teruggekomen. Like, hij stond onder Lion op een gegeven moment. Sure, Lion heeft veel. Maar om dan nog terug te komen, terwijl het enige wat ze hebben gedaan is teamfighten. Nou, dat vind ik wel heel goed. Ja, boys, Roshan er dan niet op hoor. Hebben jullie hem niet getimed? Oh, het gaat ook al lange Roche worden. Nee, dat weet je nog niet. Oh nee, is dat niet die lijn die ik nu zie? Nee, die lijn die zie je pas zodra dat die 8 minuten verstreken zijn.
Wat is dan die, waarom houdt het dan op voor dat volle rondje? Omdat hij nooit het volle rondje kan maken, want dat zou 12 minuten spawn time zijn, en zijn maar 11. Oké, we zien een redelijk korte. 1 minuut 20. Maar hoeveel doet het nou? Ik denk dat je maar potten moet geven. Ik denk niet dat het veel doet op CK. Ik denk niet dat het sowieso ooit wat veel doet op CK. Nee, CK wil ook zijn item, zijn slots niet vrijgeven hier. Dus, ja, maar, bedoel, ik denk potten inderdaad. Als je erin gaat met CK, dan word je downgecleaved. Je moet eigenlijk, net als wat Eezee+5 deed in de vorige game, een fight beter buiten hun basis. Zodat jij kan counter-initiaten op de... op de Ember Spirit. Maar dan hebben ze een Aegis nodig op Mirana. Maar Mirana, ja, kan op zich wel. Ik denk dat nog wel de beste optie is voor Venko hier. Nog zo'n 20 seconden op Rose. De bottoren is heel laag. Bottoren is vol AP, maar Mittoren is ook gewoon die range raakt bijna dood. Mjolnir nu op Formal is trouwens op de Mirana. Ja. Dus dat was zijn next item. Rinkens op Ember. Nice. Prima, good shit. Dus veel minder valbaar voor de Blink Hex. Zolang je maar niet ge-arrowed wordt en zolang je maar niet geslaughterd wordt, is het fijn. We gaan nog steeds dood aan een full 5-man gank, maar... Wordt in de Twitch chat gevraagd, wordt het weer een lekkere 85 minuut game? Ach, ik ben nog steeds aan het bijkomen van de vorige, dus ik hoop het wel. Ja, nee, dat is een succes. Dat was een great succes, very nice. Jongens, ik moet een beetje kalm aan doen. Ik ben niet de enige in het huis op het moment, dus excuse me for not being hypecasting op het moment. Maar ik doe mijn best, In ieder geval, ja, een beetje... Beide teams doen een beetje kalm. Op zich krijgt Enko hier meer uit, maar hoeveel doet het? Ze willen die hard completen op... Chaos Knight? Maar ik denk dat ze vooral ook gewoon meer armor nodig hebben. Gewoon die AOE armor om te zorgen dat ze niet zo hard gecleaved worden, maar ja. That's mom is screaming again. Wat is dit? Hij wordt geflamed thuis omdat hij 2-11 staat op Earth Spirit. Waarom sta je 2-11? Waarom was je aan het vieren in de early game? Dreads, mom, she's got it going on. Oh shit. Ja, man. What the fuck? Dreads, mom, screaming again. Klinkt wel als... Oh, check die Earth Spirit op het moment trouwens. Dit is een coole pose voor in je statue. Oeh. Ja, een goede moment geposeerd hier. En dat is ook nog het dread. Met Dreads, mom. Nou, dan neem ik deze kans even voordat de 80 minuten aanslaat. En dan ga ik even wat water halen. Oké, dan zo gooi je terug. Ah, mijn Dota crasht. Kijk, dat is ook fijn. Nou, laten we dan heel even Dota opnieuw opstarten. Dit is niet prettig, dit. Boy, oh boy, oh boy. What's happening? Duur lang. Nou, laten we hopen dat we niets gemist hebben dadelijk als we terugkomen. Gelukkig stond de game pauze, dus... Hè? Oh. Oh, ik ben net op tijd, zo te zien. Ja, mijn Dota was gecrashed, dus ik ben ook wel net op tijd terug. Oh, ben je er weer of niet? Ja, ik ben er weer. Anders vraag ik even of ze paal zijn, maar ze zijn doorgegaan. Nee, maar niet, het is prima. Er gebeurt toch weinig. Oh mijn god, de 4-man vacuum, wauw! Wauw, wauw, miauw. Ja. Oh ja, wat gaan ze doen? What's the plan? Ja, Roshan plan? Roshan is er. Blijkbaar wordt een late game misschien vervelend voor Team Eezee+5. I don't know. Dan kan je wel reepjes en shit gaan kopen op je Ember. Ik heb onderhand ook wel genoeg van deze game, maar we zien een smoke, dus ja, misschien is het echt zo dat ze niet voor een hele late game willen gaan, maar gewoon voor de smoke ganking. Gaan ze Roche? Nee, ze zien het andere team niet, dus ze denken wellicht dat het andere team Roche is. No way dat ze hier Roche gaan. Nee, maar als ze zo gaan en ze pakken ze van achter, en ze krijgen dat de pick-off op 2 haalde... Haste! Net een haste groen op YDF. Oh, ze gaan voor de popkill. Chaos Knight! Ja,
En die hebben ze geen attempt. Ah shit. Nu kunnen ze wel voor Roshan. Mooie kill. Prima pick-off. Dit is perfect voor Roshan nu. Maar het had wel heel grappig geweest dat ze net zo gebruiken al hun stunts. Maar aan de auto wordt gepopt. Geen Cut. Detection. Ah. Radiant's bottom tower is under attack. Ja, het ziet er heel goed uit voor Eezee+5. Oh, die pakken er even goed aan hier hoor. Ongelooflijk. We staan wel weer 8k gold, 8k gold achter, omdat Venko veel beter farmt. Veel beter. Maar het is teruggehaald van 14k network en Rakstaan, dus... Oh, we zien dat Ember Spirit, die moet in de base staan om de push tegen te houden, de split push. Ja, dat is ook komen te begrijpen. En dat kan er zo zijn, want hij heeft een random daar. Is dat zo? Nee. Deze rest. Een beetje spooky, Blue Eye. Roshan has Dragonite wacht op de Aegis. Die is lichter nog. Kaas. Ik neem aan dat die zo meteen aan Blue Eye wordt gegeven. Hij heeft veel ruimte hoor. Ja, dat zou wel eens heel goed kunnen inderdaad. Pens is niet echt ene die dat die nou zoiets heeft van, ah, cheese moet ik hebben. Ik bedoel, als hij doodgaat heeft hij nog steeds die Vengeance aura, wat niet verkeerd kunnen is. Kan op zich ook aan DS geven, maar... Ja, ik denk dat Blue Eye hem wel kan gebruiken. Als Blue Eye geen ruimte meer heeft, dan kan DS hem wel dragen. Oh, AC trouwens nu af op DK. Kijk. Prima. Ik denk dat ze nu wel nog voor smoke kunnen gaan. Nee, toch? Nu al? Dus ze krijgen hem niet dood. Maar ze te zien gaat die voor een rapier. Je weet ja, het niet. Dat zag ik. Je weet het niet. Het kan namelijk dat ook een Radiant zijn. Ja. Die de classic 47 minuten Radiant. Van de good old days. En dan een 7-slotted Manta-style? Ja, als ze echt pressed for time zijn. Kunnen hem kopen. En een smoke gank proberen. Een kill krijgen. En dan pushen. Oh god. Maar dat is echt heel lijp. Ik bedoel, als die fight, ja, je kan nu nog gewoon, ja, ik denk dat het zo fijn is. Ik denk wel dat ze moeten smoken en wat moeten forcen. Venko gaat volgens mij voor de ultra late game. Er wordt hier gezegd dat dit een welbekend probleem is trouwens, Dredd zijn moeder in de Twitch chat. Oh? Dit is een fenomeen. Er wordt gezegd, yes. Ja, ik heb al vaker met Dredd gespeeld, dit gaat zo weer gebeuren, let maar op. Ik heb vaker met Dredd gespeeld, toen was hij best salty. Dat klinkt trouwens super fout. Als je een beetje een... Nou, whatever. Is altijd salty. Ach. Wat beste van ons zijn soms wel salty. Ik niet, hoor. Dat is heel top. Voor het. Ja. Eens even kijken. Ja, zodra er niet gevochten wordt, dan zie je dat Team Venko inderdaad hard of fuck. Ja, ik denk dat ze wel voor wat kunnen gaan hier, man. Ja, ik bedoel, je hebt niet voor niks en yes. AC en een counter AC is ook kort, maar je wil niet dat Disruptie een axe krijgt. Gewoon, to be honest, denk ik dat priority op Venko Gaming moet hebben. Dat hij gewoon een static field op een van die cores kan leggen en die geen BKB kan poppen. Gewoon heel belangrijk, volgens mij. Dire used to scan. Nee, daar zitten ze niet, boys. De illusions van Mirana, damage jongen. En ze zijn weg. Oh nee, toch nog niet helemaal. Ik heb hier een smoke gekocht op de kant van Venko. Misschien gaan zij wat proberen nu. Nog steeds geen hard af. Hij helpt buyback nu, dus dat is op zich wel nice. Maar dus geen hard nog altijd op psychiek. Nee, ja, maar ik denk altijd. Oh, hij heeft nog geen buyback. Eezee moet gaan nu. Ze hebben een Eezee. Ze hebben Roos gehaald en dat voorkomt dat de tegenstander hem haalt. Maar ik heb het gevoel alsof ze redelijk sterk zijn. Als ze gewoon Love erin laten lopen. Ja, Love loopt er gewoon in, op niks. Gaat dood. Allemaal op Love en dan komt de Ember Spirit aan. Ja, dat lijkt me prima. Formulus is nu bot geport. Ze zien een bot. Ik denk dat dit gewoon... Ze moeten iets doen. Smoke nu dan, I guess. Oh, heeft hij hem? Ja, hij heeft hem. Ja, right, daar is Rapira. Oké, boys. Hey, maar hij heeft de aces niet. Nee, maar dat maakt niet zoveel uit. Hij kan buybacken en er meteen weer importen. Oké. Ik denk dat nu gewoon niet laten zien dat je Rapira hebt, smoken en go. Gewoon weer dezelfde manoeuvre die jullie net deden. Of heeft... Het wordt wel getekend. Wie heeft de smoke?
Maar als ze nu Fancy gaan, dan lopen ze de lijn in. Ik denk dat ze misschien via de lane moeten gaan. Gewoon rechtstreeks erin. Ja, ik bedoel, Venko verwacht nu de sideways initiation die ze net ook deden. Maar ze hebben Aegis, dus ze kunnen er gewoon in waggelen. Ik denk dat het fijn is. Even kijken, hoe lang hebben ze Aegis nog? Roshan? Minder dan een minuut. Nog 30, 40 seconden. Volgens mij hebben ze de reepje nog niet gezien. Maar of zelfs een 3-man smoke om te wrap around is ook fijn, met 2-man door het midden. Wat Team Venko hier supergoed doet, is inderdaad gewoon wachten tot die Aegis expired is en dan pas gaan. Maar zelfs dan? Hoe gaat de Ike dan? Waarom heeft Dragon Knight nog een magic wand? De enige reden waarom Blue Eye nu niet top is omdat hij een reepje heeft. En hij wil die reepje niet laten zien. Nee, maar het feit dat hij zoveel damage doet op een creep heeft, vertelt het wel allemaal. Oh, smoke hier. Is dat gezien? Oeh, maar dat kan net misschien met de double damage zijn. Aegis is gereclaimed. Doei Aegis, perfecte timing. Het kan een disaster worden, maar ze moeten de lane in gaan. Gewoon nu de lane in. Nu gewoon naar rechts. Ze zijn heel erg gespreid. Ja? Gaan erin. Oh-oh. Dit is niet de target, Blue Eye. Dit is niet de play. Maar, ulti is gepopt. Blue Eye. Reep je on the floor? Ik sta buybacken, vriend. Ja, dat is goed, okay. Game's over. Ze zien de reep je niet. Nu zien ze hem. Niet sober, nee. Ze moeten niet gaan. Ik bedoel, dat is zo'n slechte fight. Totten heeft nu de reepje. En leggen we nog een gem? Als Venko nu terug gaat, is het game. Top tower is under attack. Uh-oh. Destination of Love, goed niks. Love overleeft het nog. Even hard, hè? Yes. Dit was zonde. What? Ik vond die, to be honest... The solo blinking vacuum in plaats van de blinking stun van DK? What the fuck was dat? Radiant's top tower is under attack. Ik vind het goed dat je de balls hebt om een reepje te kopen, maar ik vond hem zo vroeg. Nee, maar dat is het punt niet. Het punt is... Degene die er insprong was de Darkseid. In de plaats van de vent met een 4 seconden disable, of 3 seconden, waarin de reepje op jouw team gewoon letterlijk de vijand kan eruit klikken. Maar nee, de Darkseer springt erin, wat ervoor zorgt dat daarna de Ember erin springt, zijn reepje laat zien, of in ieder geval zichzelf laat zien, en daarna geowned wordt door de Slardar. The prize is mine. Nee. Wat gaat Mirana nou kopen? Super garbage. Dit is zo slecht. Ah, Skadi, oké. Ik bedoel, ik ga het Mirana met een reepje doen. Maar... En ze zijn nog geen Rafskite, dus op zich. Maar ik denk, dat was een beetje een choke van Eezee+5. Ja, dit was jammer. De Darkseer blinken, oh, what? Was inderdaad niet te play. Mirana is rich as fuck nu ook. Like, wat was DK aan doen? I don't know. Eezee+5 had deze in de hand en hebben we hem nu weggegeven, dus is zo jammer. Nou, nog niet. Is nog niet voorbij. Ik bedoel, als Mirana een fout maakt. Maar het is meer dat Venko heeft nu weer de opperhand. En dat zij daarnet een, weet je wel, 18.000 goldswing hadden of zo, of 12.000 goldswing. Manta op Chaos Knight. Gaan ze gewoon de hele tijd pushen met illusions of zo? Kan ook, maar dat werkt niet hier tegen. Ik denk dat dat voor de disable of de silence is. Als hij zijn beacon draait. Zijn sterke illusions. Hij heeft 200. Hij heeft fucking veel HP. Hij heeft 5 HP. Bedoel, hij deed het wel goed daarnet. Hij popte zijn ultimate. En stuurde toen 4 ulti illusions achter de DS aan. In plaats van dat hij erop ging staan. Dat haalde Darkseer uit de fight. Terwijl hij ook ervoor zorgde dat hij zelf niet doodging. Maar. Die hele fight was gewoon heel slecht executed. Ook aan de kant van Venko, want er waren maar 3 man daar. Dat had gewoon een disaster moeten zijn voor Venko Gaming. Roshan trouwens over 20 seconden weer up. Dat is op zich wel een big deal, I guess. We zien, als we naar de network kijken, ziet het er heel spooky uit, maar dat komt door die rapiers zo heen, dus... We negeren het maar een klein beetje. Oh ja, telt hij zo mee? Crystal Network. Oh, en de buybacks.
Er waren 4 buybacks aan de kant van Eezee+5. Oh, je kan ook zo gold earn doen, dat is op zich ook wel lachen. Dus dat geeft een beter... Nou nee, net wordt geeft natuurlijk een beter beeld, maar... Gold earn is ook wel grappig om te zien. 10k XP lead ook nu. Het is nog niet zo ver als wat geweest is. Ja, maar XP dat houdt ongeveer op nu. Het gaat meer om de 35k net worth advantage die Venko nu heeft. Ik bedoel, 1 teamfight en het is over. Wauw. Ik weet niet wat hier slim is. Het is een slordige fout tot op een punt dat ik denk van... Dat mag niet kunnen gebeuren. Een Darkseer, like first initiation op een solo target. Echt heel wauw. Ja, ik denk dat die tot die... Ik kan het gewoon bijna niet geloven dat het is gebeurd. Zo erg is het. Er wordt getekend, er wordt gezegd, jongens, we pushen gewoon bottom in. Ja, dat zegt ze kunnen Roche aanpakken. Maar Roche is inderdaad op, ja. Rana is 6 slotted, maar de supports kunnen het hebben. Slardar kan hem hebben. Slardar kan er veel mee. En dan geef je de cheese aan YDF. Seems good. Seems good. Kan hij erin springen, kan hij 1 of 2 attacks nemen en dan kan hij dan cheese poppen en dan kan hij nog wat doen. Hij heeft Axe, dus hij heeft wel een mana tekort, nou, I guess. We zien hier weer een smoke van Eezee+5. Hele teams op elkaar, dit is niet het moment om te smoken. TP je er ook in? Ja, dit zijn illusions, dat weten jullie toch, hoop ik. Disaster in the making. Shadows take us. Hebben ze een gem? Ja, ze hebben een gem. Maar het is een initiation op Consultio en op Red. Red gaat dood voordat er nog wat Dat is een Wasted Static Storm. Perfect. YDF buys back. EKB is nu gepopt. Dread. Blue Eye kan nog wel wat damage doen met al die illusions, maar besluit om heel erg hard te retreaten, ook al kan hij niet vechten zonder team. Dus... Doe je Lane of Rex? We hebben nog een Glyph. Hij doet 0 damage. En Love wordt weer ingegooid en Love is ongeveer. Hey, ik denk dat dit de GG is, ik wil het niet graag zeggen, maar... Ja, dat is vrij zeker. Lol, het was eigenlijk al GG na die vorige fight. Er was weinig dat Venko eraan kon doen om niet deze game nog te verliezen. Tenzij ze alle 4 weer in een andere link gingen staan, net als eerst. Zoveel damage DK. Ik heb het gevoel alsof Eezee+5 het aan het einde een beetje rustte. Ik weet niet waarom. Het waren wel goede ideeën, maar zo slecht uitgevoerd. Oh, Blue Eye. Blue Eye de damage niet meer om. Dyer's middle tower is under attack. De GG wordt hier gecalled op Blue Eye. En zo is het 2-1 uiteindelijk voor Venko Gaming tegen Eezee+5. Venko Gaming die er bijna nog de mes uit de handen heeft gegeven, maar. Ja. Door een afgegeven reaper aan de kant van Eezee+5 en Venko Gaming en een laatste verloren teamfight, is het toch uiteindelijk nog gelukt voor Venko Gaming om Division 1 te behalen van de Dutch Dota League. Het heeft even geduurd voor Venko Gaming door de hele pre-season heen. En dan ook nog deze playoffs. En voor Eezee+5 ook nog eens de tiebreakers. Ja, gaat Venko Gaming dat volgens mij niet te doen, als ik het goed herinner. Het is een lange rit geweest voor Eezee+5 en uiteindelijk dan toch in Division 2 belanden. Ja, goed, even door de zure appel heen bij de jongens. Maar wellicht, als jullie het goed genoeg doen in Division 2, zien we jullie gewoon het seizoen daarna weer terug in Division 1. Dus, heren van Eezee+5, ook enorm proficiat met wat jullie gepresteerd hebben, is ook niet niks. En Team Venko uiteraard proficiat met Division 1. Pez-Alor, laatste game. Toch wel weer een flink lange game, maar dat zien we toch geregeld wel vaker bij zo'n best of 3, waar veel op het spel staat. Ja, mensen willen vaak niet risico's nemen. Alhoewel Eezee+5 deed het op het einde wel. Nam veel risico's en werd 3 keer achter elkaar eigenlijk. En werd toen 1 keer gepunished. En dan was het dan game. Stonden te ver achter. Vonden hun basis niet uit. Jammer, maar het is wel een mooie match geweest. Dus allebei de kanten goed gespeeld. Inderdaad. Het was vooral die laatste match was toch wel heel erg spannend. Toen we dachten dat Venko Gaming deze game in de hand had. En Eezee+5 3 of wat was het, misschien wel 4 teamfights achter elkaar gewonnen had. Ja. Daardoor de game weer recht trok. Ja, was toch wel vet.
Poeh, nou, dit was hem dan. Dit was de eerste playoff die gecast is door Dutch Dota. En dat betekent dus dat Venko Gaming in Division 1 komt en Eezee+5, zoals we snel al zeiden, in Division 2. Ik krijg ze net te horen dat de match tussen de Birky Boys en... Wacht, moet ik het wel goed zeggen, jongens? Eén ogenblik. Abandon de Midtrain en de Kneiterlauwe Boys, die is 1-1 op het moment. Maar de beslissende match wordt donderdagavond gespeeld om 9 uur. Want het was wat aan de late kant vandaag. Oh, kan ik me heel goed voorstellen. Het is al 11 uur op mijn hand. Dus, Maar ook weer 1-1. Dus lekker dichtbij. Lekker spannend met Dota. Spannende matches inderdaad. Maar dat is trouwens wel een match voor... Moet ik heel even spieken. Dat is volgens mij voor Division 2-3. Dat is voor Division 2-3. De Kneiterlauwe Boys tegen Abandon in de midlane. Dus even kijken, we hebben nog voor de Birky Boys tegen GP de Ritas Bouwingen 5. Die spelen overmorgen hun match, dinsdag om 8:30. En dan hebben we nog een match staan voor de 5e. Dat is volgende week zondag, want eerder kon Ocean Esports niet tegen de Average White Team. Nou goed, voor deze keer dan, omdat we die week toch niks hebben staan. Dus dat is de laatste match nog van de allerlaatste match van de playoffs voor Division 2-3. Pez-Alor, hartstikke bedankt voor het co-casten. Was weer gezellig vanavond. Nu tijd voor bed. Yes, helemaal mee eens. Laten we even afsluiten met het feit van als iedereen die nou dit gezien heeft en zoiets heeft van, nou, ik wil ook wel meedoen aan die Dutch Dota League. Dat kan, want iedereen kan meedoen bij de Dutch Dota League. Dit was ook een match van gemiddeld 4,5 denk ik zo, 4K MMR. Ja, zoiets, 4,5. 4,5 denk ik. Nou, dat is op zich redelijk aan de wat hogere kant van de Dutch Dota League, want we hebben ook teams van 1 en 2K MMR. Die dat ook is heel toch graag... meer gemiddeld, toch? Nou, ik denk dat 3K MMR gemiddeld is bij ons. Ja, wow. We hebben dus ook wat lagere teams en die worden dus ook allemaal ingedeeld in hun... In de divisions waar ze uiteindelijk thuis horen, zodat dat de matches wel eerlijk blijven en leuk en spannend. Dus wees niet bang om je ook op te geven voor de Dutch Dota League, want ook jij kan met je team enorm veel plezier beleven met ons. En wie weet wat je ook nog wel gecast door het casting team van ons. En dan heb je ook weer internetfaam. En daar doen we het eigenlijk voor, toch? Internetfaam, dat is het belangrijkste. Hats en internetfaam. Nee goed, voor het plezier natuurlijk en de competitiviteit is hartstikke gezellig. Schrijf je in met je buddies op de website en dan ook in de Dutch Dota League seizoen 1. En dan zien we jullie binnenkort gewoon allemaal lekker terug. Pez-Alor, hartstikke bedankt voor het co-casten. Ik wens je alvast een hele fijne avond. En voor iedereen op Twitch, hartstikke bedankt voor het kijken. En ook een hele fijne avond. En natuurlijk subscriben en tot de volgende keer. Ik was Heikmats van Dutch Dota. Tot ziens. Joep.